We hebben vanochtend een uitslag van het kort geding van gisteren ontvangen. En we zijn heel erg teleurgesteld, want we moeten een deel van de bouw stilleggen. En dan gaat het om het gedeelte in de oudbouw en dan met name de delen die het persoonsrecht van de architect Verheijen raken. Dat betekent dat wij enorm veel kosten oplopen, dat de planning uitgesteld wordt. En dat is met name heel erg vervelend voor onze bezoekers, maar ook voor onze onderzoekers die dagelijks heel belangrijk werk doen voor onze maatschappij. Wat ik heb begrepen, en we hebben daar ook wel respect voor uiteraard, want hij heeft een heel mooi gebouw neergezet waar we jarenlang heel veel plezier van hebben gehad. Maar wij zijn inmiddels uit onze voegen gegroeid. Het is gebouwd voor 150.000 bezoekers per jaar en vorig jaar hadden we er al 410.000. En betekent veel te weinig wc's, te kleine gangen, een klein restaurant. Er kwamen gewoon opstoppingen in het pand, we moesten mensen gedoseerd toelaten. Dus we konden ons verhaal niet meer op de goede manier vertellen en daar zijn we toch voor. Dus we hebben besloten om een nieuw museum te gaan bouwen, een groter museum te bouwen, waarbij ook al onze onderzoekers, want we zijn door fusies enorm gegroeid, veel grotere collectie inmiddels van 42 miljoen stuks, om die allemaal onder één dak te kunnen herbergen. En daar is een mooi plan voor ontwikkeld. Maar ja, de architect vindt dat zijn auteursrecht wordt geschonden. Ja, dat klopt. Maar wat wordt er dan precies geschonden? Verheijen die doet een beroep op zijn auteursrecht en dan gaat het om de inrichting van het oude gebouw waar we het over hebben. En we hebben het oude museum waar ook een collectietoren toe behoort en nog andere panden toe behoren. Een deel van die panden hebben we gesloopt en daar komt een nieuw museum te staan. Maar we hebben juist ook uit respect voor het oude pand en vanuit het duurzaamheidsbelang hebben we besloten om het oude museum intact te laten, maar wel de bestemming te veranderen. Ja, en daarmee worden er wat veranderingen doorgevoerd waar Verheijen niet gelukkig mee is. Dus jullie hadden het eigenlijk veel beter kunnen slopen en had er niks aan de hand geweest? Dat is een optie. Voor het grootste deel kunnen we met de werkzaamheden gewoon doorgaan. Op een gegeven moment raak je natuurlijk een punt, want dat is met bouw dat dingen allemaal in elkaar vallen. En dat je dan toch als een soort domino effect wel enorme kosten gaat maken en uit planning gaat lopen. En dat is natuurlijk heel erg vervelend, vooral voor onze bezoekers en al onze onderzoekers. De architect is een bodemprocedure gestart. Eind mei wordt daar de uitslag van verwacht. Waarom hebben jullie daar niet op gewacht? We hebben geen keus. We moeten gewoon door. Zoals ik net zei, ons museum is echt uit zijn voegen gegroeid. We hebben zoveel meer bezoekers dan we voorheen hadden toen het museum gebouwd werd. Van 150.000 naar 410.000 in al die jaren en het groeit nog steeds door. Veel meer onderzoekers, veel grotere collectie. Ja, we kunnen gewoon niet wachten. We moeten gewoon aan de gang. Willen wij ons verhaal kunnen blijven vertellen?